Ja, ik ga stemmen. Maar waarom weet ik nog niet? Nee, precies. Over 2 dagen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En in deze video gaan we kijken wat de huurstudenten gaan stemmen en hoe ze denken over de politiek. Am I going to vote? Yeah, definitely. Ja, ik ga stemmen. Nee, ik ga niet stemmen. Nee. Ik ga zeker stemmen. Nee, ik denk niet dat ik ga stemmen. Nee. Ik denk dat het sowieso wel belangrijk is om te stemmen. Ja, ik ga stemmen. Nou, ik heb de kieswijzer al gedaan en daar kom ik vrij centraal uit. Licht links, dus het zal waarschijnlijk geen rechtse partij worden. Ja, ik vind mezelf best wel rechts. Ik hou het niet echt in de gaten, maar ik zou zeggen Forum. Ik denk misschien voor de PvdA of GroenLinks. Ik stem dit jaar gewoon voor de verandering. Ja, ik volg Thierry de laatste tijd ook en zijn standpunt, ja, daar sta ik ook een beetje achter. Ik stem op de PvdA. Ik ben al een aantal jaar lid van die partij. Het sociaal-democratische dachtgoed, dat staat mij politiek heel erg aan. Ik vind dat iedereen heeft een hele andere verschillende mening. En ik ben eigenlijk met het meeste gewoon niet eens. En ik vind dat het gewoon wel anders moet. Ja, om eerlijk te zijn, nee, ik vind de stemmen niet zo belangrijk. Toen zou je zeggen, waarom ga je dan niet stemmen? Maar het is omdat ik geen partij heb die goed bij mij aansluit. Nou, het is belangrijk om te stemmen, zodat je wel je eigen mening kunt laten gelden. Ik heb al een stemwijzer ingevuld, maar het was allemaal nog zo vaag, dus ik moet nog even verder verdiepen. Ik heb geen idee waar ik op ga stemmen. If you have the right to vote, you should, because it's really important to determine sort of your viewpoints and how you think something should be governed.